vind voor mezelf, ik moet het nog een keer doen om te begrijpen of het ook echt, echt is, zeg maar. Ja, ongelooflijk. Ik blijf het echt gewoon heel bijzonder vinden. Ik had het niet verwacht dat het nog zoveel harder zou kunnen gaan, want het was gisteren best een hoge druk ook nog wel. En het NK was gewoon ook al super. Nou, en dan rij je dit, ja. Наливай чайханчик чаю, вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны? На востоке, на востоке. Hoe lang ben je al bezig met schaatsen? Ik ben 3 jaar aan het schaatsen eigenlijk. Maar 2 jaar echt serieus aan het trainen, dus dat is nog... 1 jaartje was ik een beetje aan het freewheelen, zeg maar. Aan het proberen. Ja, hoe lang schaats jij al? 25 jaar. En dan nu in Kazachstan? Ja, daar had ik zelf ook niet gedacht op. Wat was jij met je tijd? Nou, heel verrast. Ja, ik denk een beetje hetzelfde gevoel wat jij had. Ja, okay. Dat het race liep op zich best wel lekker. Alleen ja, dan kom je over de finish heen en zie je tijd. Dan is het echt wow. Dan blijft het toch wel een beetje wennen aan dit soort snelle tijden. Ja, je verschiet ook al elke ronde eigenlijk een beetje van... Weer een snel rondje. Ja, ik vind dus ook dat het werken is echt nodig voor mij. Omdat als ik te veel met schaatsen zou bezig zijn, dan moet het ook altijd supergoed zijn. Anders ben je daar teleurgesteld in. Of dan zou ik... Ja, ik zou het niet kunnen zonder te werken. Wat doe je? Ik ben grafisch ontwerper. Freelance grafisch ontwerper. Ik ben programmeur. Ik schrijf computersoftware. Ik zou niet denken dat dit Kazachstan is, maar... Nee, het is wel. Ik denk dat de mensen ook wel een beetje een taalbarrière hebben. De mensen zelf zijn wel aardig, maar communicatieprobleempje denk ik met dat het al snel nee, nee, nee is. Maar ik denk dat de mensen hier best wel aardig zijn hoor. Ik heb natuurlijk al 10 jaar wel in een lange baan gezeten en altijd subtop geweest. Dan is het best wel heel lastig om te begrijpen dat je nou in één keer doorstoot naar inderdaad de top 6 op de 5 kilometer. Dat moet even zakken. Jij moet met de mental coach gaan praten. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Of juist niet. Hey, wat gaan we doen? Jullie gaan omhoog geschoten worden? Ja, ik vind het wel spannend. Ik heb zoiets nog nooit gedaan. Eenmaal in Astana moet je een keer geprobeerd hebben. Het schijnt. Ja, het is echt een hype hier geloof ik. Dus doen. Oké, proberen. Jij bent even weg geweest. Je hebt een paar jaar niet gesport volgens mij. Ja, ik heb een aantal jaar helemaal niks gedaan. Ik heb wel dan gewerkt. Ja, ik ben gewoon heel fris kunnen terugbeginnen. Dus met helemaal open. Dus dat was voor mij eigenlijk denk ik goed geweest. Ik heb ook andere dingen kunnen doen en uitgaan. En ja, dus heb ik niks gemist, zeg maar. Uitgaan? Jij ook, Rikst? Nee. Ik ben wel altijd blijven schaatsen. Dus dat is wel een ander verhaal, denk ik. Jullie halen happen van je persoonlijke records af. En jullie zitten bij de top 6 en jij bij de top 7. 8, van 8 zelfs. Oké. In ieder geval top 6, 8, top 10. Van de wereld nu, dan ja, besef je dat? Nee, echt gewoon plain nee. Het is, aan het begin van het jaar gingen we 5 kilometer al wel aardig. Alleen dat dit er nog in zat, dat elke keer verbaas ik mezelf ook alweer. Dus dat blijft ook wel weer mooi. Ja, je was eigenlijk weg bij de lange baan. Je had gekozen voor het marathon schaatsen en vorig jaar zei je, ik ben er klaar mee. Ja, ik had 2 jaar terug een heel goed enkel round. En toen was eigenlijk de vraag van, wil je marathon rijden? Dat heb ik ja gezegd. En nu zit ik weer in een lange baancircuit, dus ik weet niet waar dat niet helemaal goed gaat. Besef jij wat er met jou gebeurt met 709? Ik denk het eigenlijk niet, want ik heb dan het idee dat de baan heel snel is of zo, dat de omstandigheden supergoed zijn. Ja, het ligt aan alle externe, het ligt niet aan jullie, hè? Jullie zijn gewoon niet goed. Ja, natuurlijk, ik ben echt super blij met de uitslag van gisteren. Ja.
Die mogen nog een keer, want jullie hebben met deze prestatie... Jij mag sowieso nog een keer. En jij hebt je geplaatst voor de volgende, maar daar is die. Volgens mij is die in Erfurt begin maart. Oeh, dat duurt dan heel lang. Ja, dat is goed, want daartussen zit ook nog het EK. Dus dat is, Ga je ook rijden? Ja, ik mag de allround samen met Nille rijden. Dus Nille Armee? Ja, dat wordt heel leuk, denk ik. Zo, hey, gaat even EK allround rijden. Ja, goed bezig. Heb jij dat niet voor elkaar gekregen? Nee, dat zal ook niet gebeuren, denk ik. Volgend jaar? Nee hoor. Rare wereld hoor, dat schaatsen. Ja, maar allrounden, dat zit er niet meer in. Lange afstanden. Okay. Hoe was het in die schietstoel? Ja, voor mij had hij nog wel hoger gemogen hoor. En voor jou? Ja, voor mij moest hij echt niet hoger, laat maar zo. En geen derde keer, hè.